Yo, kijkers van TripX Video's. Mijn naam is Ron en welkom terug bij een nieuwe Southampton Carriera Mode. En zoals je kunt zien, de eerste wedstrijd van deze aflevering in de Champions League tegen Roma. En daarna tegen Nottingham Forest en Watford. En voor de rest kijken we wel even wat we gaan doen. En we zitten dus in september. En we gaan gelijk beginnen met de eerste wedstrijd tegen Roma in de Champions League. En we hebben op zich een pool die te doen is. Roma, Wolfsburg en Celtic erbij. Nou ja, derde moeten we sowieso worden. En tweede is ook wel een... Op zich kan het. We gaan gewoon met dit tenue spelen. En dan gaan we even kijken met welke opstelling. Ik denk gewoon met onze sterkste opstelling. Dat is deze dus. Dus laten we maar gauw beginnen. Okay, de eerste Champions League wedstrijd van deze carrière. Laten we maar gauw gaan spelen. Rodriguez. Kom op jongen. Naar binnen. Rodriguez haal uit. Hier zift de vitale penalty. Ja. Rodriguez wordt onderuit gehaald. En dit is een penalty. In de 25e minuut. En we zullen eens zien of we deze kunnen gaan maken. Ik denk dat Zivkovic ook gewoon achter de bal gaat staan. Gewoon onze spits natuurlijk. En zullen we eens kijken of Zivkovic de Sanctus kan verschalken. Kom maar. Zivkovic. Ja, lekker boven in de hoek. En Zivkovic maakt de 1-0 voor ons. Uit bij Roma, dus dat is altijd mooi om uit een doelpunt te maken. Nou ja, sowieso in de groepsfase maakt het er niet zoveel uit. Maar ja, uitwinnen, dat is natuurlijk wel iets wat we graag willen natuurlijk. Tadic, oh daar loopt Jay Rodriguez. Ah, dat staat veel te laat. Nee, ja, hij heeft hem nog. Jay Rodriguez, hij maakt gewoon de 2-0. Die bal was gewoon, ja, Tadic was iets te traag. Maar kijk, hij deed iets te traag. Maar hij komt nog gewoon perfect aan ook. En ja, de verdedigers letten eigenlijk niet goed op. En Jay Rodriguez maakt de 2-0. Dus we staan lekker voor rust nog met 2-0. En dan moeten we zien vasthouden. Watmore. Ja, daar is hij. Leg af op Zivkovic. Zivkovic maakt het af. Ja hoor, Watmore. Wat een snelheidsmonster. Jongens, we staan gewoon in de 39e minuut met 3-0 voor tegen Roma. Holy shit, wat spelen we dit goed uit. Kijk, Watmore is snel, maar niet de beste afmaker. Dus ik dacht, ik geef hem af op Zivkovic. En Zivkovic is natuurlijk wel de afmaker van dit team. Holy shit, twee grote talenten. Echt met zijn snelheid. Moet je kijken hoe snel die gast is. Man, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Lekker afgemaakt door Zivkovic. Let's go. Jay Rodriguez vanaf de aftrap, jongen. Alles uit. Jay Rodriguez. Die wordt geblokt. Maar het is gelijk een hoekschop. Echt gelijk in de 46e minuut. Dus kunnen wij gelijk nou alweer een doelpuntje maken. Nou, kom op. Op Jay Rodriguez. Met een goede voorzet. Op Zivkovic. Zivkovic! Jongens, we staan gewoon met 0-4 voor. Echt de eerste aanval van de tweede helft. Spelen we wel op legendarisch? Nou ja. Eigenlijk wel, maar ja. Is het wel legendarisch? Ik heb geen idee. Jongen, wat gaat het simpel. Zo simpel heb ik het al lang niet meer gehad, jongens. En op zich ben ik daar op zich wel blij mee. Want dat laat zien dat het team lekker gaat spelen met elkaar. Het klonk verkeerd, maar ik bedoel het natuurlijk qua voetbal. Ze voetballen goed en de snelheid en het gaat zo goed. Mooie kopbal van Zivkovic. Echt, wat hebben we voor talenten binnengehaald. Laten we deze wedstrijd maar zo snel mogelijk afmaken. Oké, weg met deze corner. Weg met deze corner, zeg ik. Jongens, dat was niet weg. Maar Jovinho volgens mij maakt dus de 4-1. No worries, want we staan gewoon comfortabel voor. En we gaan het echt niet meer weggeven. Hoop ik in ieder geval. Maar ja, dat is wel een klungeldoelpunt, zeg. Jongen, kijk wat er allemaal gebeurt. Tja, Jovinho maakt de 4-1. Daar, dit is goede afkapping, jongen. Stuur Watmore diep. Ja, Watmore. Oh, actie naar binnen. Strakke voorzet. Wie is daar? Oh ja, what the fuck, wat een mooi hakje achter het standbeen. Kijk dan, achter het standbeen van Manolas. Wat een eigen doelpunt, echt. Mooier zul je ze niet vinden. Weet je wat, we gaan gelijk even wisselen. Want Jama ziet er, Tielemans ziet er vermoeid uit. We gaan gewoon even wisselen, we hebben deze wedstrijd toch gewonnen in de pocket. Ward-Prowse komt erin, Bilal komt erin in plaats van... Watmore denk ik heeft ook een goede wedstrijd gespeeld. En voor de rest laten we het even zo. Watmore, kom op, je bent sneller als de Rossi. Veel sneller. Oké, laatste actie van deze wedstrijd wellicht. Want je wordt zo meteen gewisseld. Oh kijk, hij kan er zo voorbij lopen. En door de beentjes. Oh, jammer. Kjellurges, come on. Oké, actie naar binnen. Zoveel mogelijk naar binnen dan voorzetten. Zivkovic.
Zivkovic, 6-1. 6-1 tegen Roma. Zivkovic, wat een baas. Hij is echt een goede kopper. Want hij heeft 2 doelpunten met zijn hoofd gescoord deze wedstrijd. En nou, dat doet hij wel eens vaker. En dan kan hij dus best goed. Dus dat is mooi. En nu zal de wissel plaatsvinden. En ja, die krijgen dus ook weer de kans. Wat Prowse en Bilal. Alright, de wedstrijd is afgelopen. 6-1 zegt het voor. Oké, ja, ja. 6-1 gewonnen van Roma. En dat is, oh, Zivkovic 9,9. Lekker hoor. En we zullen eens kijken. Celtic verlies van Wolfsburg. Ja, dat kan je op zich wel verwachten. Wolfsburg is natuurlijk een heel goed team. Ja, daar gaan we eigenlijk de concurrentiestrijd mee aan. Want Roma. Ja, dat was toen niet de moeilijkste tegenstander. Als dit Roma is, dan worden wij wel makkelijk tweede. Minimaal. Maar dan nu de wedstrijd tegen Nottingham Forest. En die gaan we ook spelen. Want we staan er niet goed voor. We staan elfde. Tjonge, dat is niet best. Dat is niet best. 1 gewonnen, 1 verloren, 2 gelijk als ik het goed heb. En ja, en we willen natuurlijk kampioen worden dit seizoen. Minimaal, ja, weer de top 4 eigenlijk. Maar ja, kampioen worden zou wel mooi zijn. Maar we proberen natuurlijk een topteam te maken. En daar zijn we mee bezig. Daar zijn we echt hard mee bezig. Alleen ja, dat duurt altijd even met die talenten natuurlijk. Maar ja, op zich, de spelers zijn een beetje vermoeid. Maar ja, we kunnen Tielemans bijvoorbeeld voor Ward-Prowse doen. Bilal voor Watmore. Al is Watmore echt een beest. Maar Mane, die kan er ook wel in, want die staat er ook niet. Of die is geblesseerd inderdaad. Die was geblesseerd inderdaad. Jullie wat, ik ga eens met Queen. Die heb ik nog nooit gebruikt. Die ga ik er een keer inzetten in de wissel. Hij staat wel te koop, maar ja, dat maakt niet uit. We zetten eventjes gewoon wat wissels erin. Niet te veel, want het is gewoon een competitiewedstrijd. En we moeten hem gewoon winnen. Dus, Iskroft misschien. Voor Shane Long. En dan zetten we Iskroft thuis. Voor Che Rodriguez, want Iskroft is ook gewoon een goede speler. En dan gaan we met deze opstelling doen tegen Nottingham Forest. Oké. De belangrijkste wedstrijd van deze competitie. Maar niet heus. Maar hij is wel belangrijk, want we moeten de competitie gewoon zoveel mogelijk winnen. Om gewoon in die top 4 te komen. Dat is onze eerste doelstelling. En daarna kunnen we kijken wat mogelijk is. Eerste, tweede, derde misschien. We gaan kijken en we gaan gelijk deze wedstrijd starten tegen Nottingham Forest. Oh, gelijk op Zivkovic. Oh, wat een paas. Nee joh, wat een paas van Wanyama. Oh, dat was echt een beauty. Zivkovic had hem af moeten maken. Die paas was zo lekker. Ongelooflijk. Gelijk gevaar van ons dus. Tadic, kom op. Koulibaly. Nee, die bal is iets achter hem. Kan Wanyama oppikken, dan kan hij zeker. Kunnen wij hier nog... Tadic hier. Moet naar zijn linker natuurlijk. Voorzetje met je linker. Op niemand. Oh, Iskov onderschept de bal. Op Tadic, kom op Tadic, Tadic. Ik bedoel, Zivkovic, Iskov, kom op, maak hem af. Ja hoor. Oh, dat... Ik verpest het bijna zeg. Maar we staan dus gelukkig met 0-1 voor in de 14e minuut. Iskov, ja, die onderschept daar heel goed de bal van de verdediging. En geeft hem op Zivkovic. Maar Zivkovic had hem af moeten maken. Maar helaas doet hij dat niet. En gelukkig komt hij nog in de voeten van Iskov. En Iskov kan ook wel voetballen hoor, jongens. Hij kan ook wel voetballen. Niet het grootste talent meer van onze club, maar... zeker ook niet het slechtste spelertje. Want ja, kijk, hij legt goed af. Zivkovic, hij moet erin. Maar hij krijgt hem terug en met geluk, ja, op zich, ja, een goed doelpunt dus. Ja, wel met geluk, als schiet hij waarschijnlijk goed naast. Maar ja, 1-0 voor, let's go. Iskov, jij kan er omheen. Ja, Iskov is snel. Iskov is snel, Iskov is goed, Iskov is super in vorm. Voorzetje, op, Wanyama. Yes man, 2-0 in de 18e minuut alweer. Jongens, wat gaan we toch beest in deze aflevering, tot nu toe in ieder geval. Oh, Iskov met zijn snelheid er langs. Onze wissel links rechts voor. En ja, dan staat daar Wanyama. Dan staat er geen Zivkovic. Dan staat er geen Pellen. Dan staat er geen Long. Dan staat er geen Jay Rodriguez. Dan staat er Wanyama. Let's go. Oh, de voorzet. Die moet... Oh, nee. Nee, nee, nee. En Bo, of wie was het? Oh, dat is toch wel een fout. Dat is op zich wel een fout van de verdediging. Tja, maar hij kopt hem wel prima binnen. Ai, 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 2-1. Dat had ik niet aan zien komen, want ja, dan moeten we oppassen natuurlijk. Ai, 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 ik wil die goal nog wel eens één keer terugzien, want ik weet niet wie het is hier. Ja, klungelig komen ze er eigenlijk doorheen. En dan de voorzet en Bia, of nee, en Bo, of wie is het? Is dat en Bo? Ik kan het even niet zien, volgens mij wel. Maar helaas, we moeten het ja, zien vasthouden. Oké, het is rust, we staan met 2-1 voor. We staan voor in ieder geval, dat is één ding wat zeker is, maar het gaat, ja. Het ging op het begin zo goed. Maar ik heb te vroeg gejuicht, want ja, daarna kwamen ze sterk terug. Dus ja, we gaan hopelijk in de tweede helft deze wedstrijd winnen. James Ward-Prowse. James Ward-Prowse. James! Oh. Weg met die bal aan Bo. Wat is dat voor bal, James?
Oh, ze zetten zoveel druk nou, hè. Ongelooflijk. Nee, nee, nee. Weg met die bal. Weg met die bal. Kom op. Yes, de wedstrijd is gewonnen. 2-1. Ging niet zo best als tegen Roma. Maar toch, gewonnen is gewonnen. En Lloyd Isgrove heeft een 8.8, dus dat is prima. En ja, dus we winnen deze wedstrijd weer. Dus al 2 wedstrijden gewonnen in deze aflevering. En Liverpool verliest van QPR. Slecht voor Liverpool. Maar nu, in de Capital One Cup tegen Watford. En omdat de Capital One Cup is, denk ik dat ik deze gewoon ga simuleren. Ja. Wacht, ik ga even kijken hoe ver is de volgende wedstrijd. Weet je wat? Ja, we gaan wel goed simuleren. Kom aan, dit is maar Capital One Cup. En hopelijk kunnen wij winnen in de Capital One Cup. Van Watford. Het zou natuurlijk altijd wel leuk zijn om gewoon te winnen in de cup. Maar het is wel uit, dus het wordt zo extra moeilijk. Maar we winnen dus wel Tadić en Jay Rodriguez. 2-1 tegen Watford. En nu de volgende wedstrijd tegen QPR. En dat zal zijn in de volgende aflevering. Thuiswedstrijdje. Maar dat is dus in de volgende aflevering. We zijn nu 8e, we komen steeds dichterbij. Maar we moeten gewoon blijven winnen. En dan komt het vanzelf wel goed, denk ik. Nou, Spanje, daar moeten we dus binnenkort ook weer heen. Ik ga de wedstrijd wel spelen, jongens. Maar ik ging alleen even simuleren omdat ik eventjes de vorige aflevering niet zoveel tijd had. En dat had ik ook in aflevering gezegd. Maar oké. Dus we gaan eventjes kijken. Hebben we nog iets van de jeugdstad of zo? Daar hoor ik ook niet veel van. Maar het zal wel. Dus we gaan nog even naar het selectieverslag. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering. En dan zie ik jullie snel mogelijk weer bij een nieuwe aflevering. En dan laat een like achter. Abonneer op ShadowSnel. Abonneer op Trappings video's. Later.